Deze week in de uitzending. Wethouder Jimme Nordkamp op kandidatenlijst verkiezingen. Twee brandweerwagens ingezet bij redden van 12 koeien in Hellendoorn. Twikkelcollege Hengelo verbiedt mobieltjes op school. Dit en meer in... Welkom bij het Weekjournaal van Twente. Wethouder Jimme Nordkamp van Lossen is door zijn partij de PvdA gevraagd om te solliciteren naar een plek op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen in november. Hij stond op de conceptkandidatenlijst voor PvdA GroenLinks op de 24e plek en dat kan op basis van de opiniepeilingen wel een verkiesbare positie zijn. Hij had niet gereageerd omdat hij zijn functie als wethouder van de gemeente Lossen veel te leuk vindt. Toen hij door de scoutingcommissie benaderd werd om zich alsnog kandidaat te stellen, heeft hij tenslotte toch ja gezegd. Wout Brama heeft als clubicoon van FC Twente bij zijn afscheid als profvoetballer een olieverfschilderij gekregen van de twee oudste supportersvereniging, de Vriendenkring en het vak P. Het schilderij is 1,50 meter hoog en 1,20 meter breed. De schilderes Sonna Krom heeft de beide logo's van de gullegevers in het doek verwerkt. Bestuurslid Henk Render van de Vriendenkring is tevreden met het schilderij. Het is een blijvend cadeau en is weer iets anders dan een fles wijn of een dinerbon. Van de 30 lokale clubs kreeg Wout nog een ballonvaart en een mand met streekdelicatessen. De N35 tussen Nijverdal en Wieren wordt steeds drukker. En juist op de gedeeltes tussen de verkeerslichten wordt het steeds gevaarlijker. Op de kruising Schapendijk-Westerveenweg rijden automobilisten te hard, waardoor oversteken een hachelijk avontuur wordt. Vorige maand werd een 84-jarige man bij het oversteken geschept door een auto en overleed aan zijn verwondingen. Er bestaan al jaren plannen om de weg te verbreden naar een 100 kilometer weg met tweemaal twee rijbanen en een tunnel onder de N35. De Raad van State heeft er echter een dikke streep doorgehaald vanwege aangescherpte stikstofregels. Het Enschedese bedrijf Drukkerij Roelofs heeft de opdracht gekregen om de stembiljetten te drukken voor de Tweede Kamerverkiezingen in november. Het is de grootste opdracht in het 100-jarig bestaan van het bedrijf. Half oktober begint het bedrijf aan de megaklus. Het gaat om ruim 10 miljoen stembiljetten. Alleen voor het drukken zijn de persen al 800 uur bezet. Roelofs voert de klus niet alleen uit, maar heeft een deel van de opdracht uitbesteed aan het dochterbedrijf Wilco in Amersfoort. Twee brandweerwagens werden ingezet om 12 koeien te redden bij een boerderij aan de Hammerweg in Hellendoorn. De dieren waren door een gat in het rooster in een gierkelder gevallen. De reddingsactie was niet zonder gevaar voor de brandweermannen door explosiegevaar, door gasvorming en het onvoorspelbaar gedrag van de dieren. Het duurde ruim 5 uur om alle koeien veilig met een speciale veetakel naar boven te halen. Ondernemers in Terbergen willen heel graag hun bedrijf uitbreiden, maar ze hebben daar nog 10 hectare extra bedrijfsgrond voor nodig. Volgens wethouder Ursula Bekhuis wordt er hard aan gewerkt, maar is het erg lastig om daarvoor grond aan te kopen omdat het warme gronden zijn. Dat betekent dat met veel mensen aan dezelfde stukken grond wordt getrokken. De grond wordt door wijziging van het bestemmingsplan meer waard. Het was even een tijdje rustig in Twente, maar de afgelopen week sloegen de oplichters van helpdeskfraude weer toe. Vooral in de omgeving Nijverdal-Hellendoorn, Rijzen-Holten en Wieren kwamen weer aangiftes van gedupeerden binnen. De totale buit ligt al boven de 40.000 euro. De slachtoffers zijn vaak ouderen. De oplichters doen zich voor als bankmedewerkers en vragen om geld op een andere rekening over te maken, omdat hun geld in gevaar is. Ook komt iemand langs om bankpasjes op te halen. De bank vraagt nooit om pasjes of pincodes af te geven. Bij twijfel bel dan eerst zelf de bank. Er zijn al 5 verdachten aangehouden.
Het Twickelcollege in Hengelo gaat na de zomervakantie alle mobiele telefoons op school verbieden. Dat geldt zowel binnen het gebouw als op het terrein om het gebouw. Alle leerlingen en docenten moeten de telefoon inleveren of thuis laten. Het devies luidt dan ook thuis of in de kluis. De school loopt daarmee vooruit op de landelijke wetgeving om vanaf 1 januari 2024 mobieltjes op school te verbieden. De levering van drinkwater in Overijssel staat al enige tijd onder druk. Door bevolkingsgroei, droogte en klimaatverandering stijgt de vraag naar drinkwater. De bestaande drinkwaterbronnen kunnen de vraag niet aan. De uitbreiding van winplaats Hammervlier in Den Ham ligt gevoelig bij de omwonenden. Zij zijn bang voor schade aan woningen door verzakking en schade aan gewassen. Vittens en de provincie Overijssel hebben nu besloten om windprojecten voor de langere termijn naar voren te halen. Dat betekent dat nu de IJssel in beeld komt als leverancier voor drinkwater. De gemeente Wierden wil 5000 euro doneren voor slachtoffers in het door een aardbeving getroffen gebied in Marokko. De aardbeving heeft al bijna 3000 levens gekost en honderden huizen verwoest. Eerder dit jaar doneerde Wierden 1 euro per inwoner voor de aardbeving in Turkije en Syrië. Dat komt neer op 24.000 euro. Burgemeester Dorrit Tegelaar geeft aan dat de omvang van een ramp ervoor zorgt dat de gedoneerde bedragen kunnen verschillen. Twee bruggen in Terbergen zijn aan vervanging toe. Het gaat om de Weemselebrug in Albergen en de Schoperbrug in Geesteren. De Weemselebrug vertoonde scheuren in het beton en is enige tijd afgesloten geweest. De brug was te gevaarlijk door overbelasting van te zwaar vrachtverkeer. De maximale belasting is nu verlaagd. De Schoperbrug is al jaren niet meer in gebruik en vertoont gaten in het wegdek. Extra onderzoek moet uitwijzen wat de oorzaken zijn van de schades. Het is nog onduidelijk wanneer de bruggen vervangen worden. Tot zover het weekjournaal. Graag tot de volgende week.